Hij is uit, de nieuwe Forza Horizon, deeltje 5, op de Game Pass. Gewoon in de winkels voor de Xbox en de PC. En dan heb ik het natuurlijk over de Xbox Series X, S en Xbox One. Want daar heb ik hem dan op gespeeld. Maar jullie hebben hem allebei op de Xbox Series X gespeeld in full galore. Ik heb hem op PC gespeeld. Je hebt hem op PC gespeeld. Ik heb hem de eerste dag heel even op Xbox gespeeld, omdat ik daar die code voor kreeg. En kennelijk toen ik hem daar unlocked had, kwam die ook vrij op PC. Dus toen heb ik hem meteen daar geïnstalleerd. En alle footage die je hier nu ziet, op twee jumps na, die zijn ook allemaal van de PC. Maar dat verraadt zichzelf al doordat het ultra-wide is. Ja, en ik denk dat een hoop mensen al natuurlijk online kijken. Dat doet iedereen wat zijn de eerste reacties. En daar heb je misschien al waanzinnige cijfers voorbij zien komen. 5 uit 5, 10 uit 10. The first essential next-gen game. Maar je weet het, zoals altijd, pas als wij zeggen dat het zo is, dan is het ook zo. Dus ik ben heel benieuwd, want ik heb hem op de Xbox One gespeeld. Dus eigenlijk de oude, zeg maar op de oude console. Dat merkte je ook wel degelijk, dat dat een oudere console was. Want hele lange laadtijden, af en toe echt wel hele nasty frame drops en dat soort dingen. Dus je merkt wel dat hij wel aan zijn maximum zit. Maar jullie hebben natuurlijk gewoon gespeeld zoals het eigenlijk hoort bij deze game. Ja, zeker weten, man. Sowieso, de Forza Horizon games zagen er eigenlijk altijd wel goed uit, moet zeker ik zeggen. Maar echt sinds deeltje 4 vind ik dat ze echt een gigantische stap hebben gezet. En ze gaan er gewoon nu nog overheen. Ik moet alleen wel zeggen, het eerste wat je zei van dit is de eerste essentiële next-gen game. Ja, dat is wat mensen zeggen. Van dit is echt voor de Xbox dan misschien. Ja, maar hij komt toch ook op Xbox One. En daar is het nog steeds een geniale, meesterlijke game die in niks minder is behalve graphics. Mm-hmm. Nee, maar misschien dat ze daarmee even willen aangeven van ja, dit is het eerste wat er op de voor de Xbox Series S en X echt next-gen aanvoelt. Ja, nee, ik zie ook wel journalisten zeggen dat dit echt voor het eerst is. En dat is wel knap, omdat het natuurlijk nog steeds een game is die ook op de oudere generatie speelt. Hè? Want ja, daar moet je toch op een of andere manier rekening mee houden. Maar ik kan het ook wel zien, hoor. Want ik heb genoeg met jullie meegekeken, genoeg filmpjes gezien. Als je ziet hoe tering hard je hier rijdt en er is gewoon geen frame drops, geen pop-up. Nou, ja, nee. Ik heb hem dus op de Xbox Series X gespeeld, op performance mode. Je hebt die quality mode, de graphics mode, zeg maar, waarbij je 4K 30 FPS speelt. Ja. Wat ik iedereen ten zeerste afraad, want je wil een game als deze, een race game als deze, een open wereld game, wil je echt niet op een Series X of wherever the fuck dan ook. Ja, op de Xbox One is het een ander verhaal natuurlijk, maar op de Series X en S, je wil dit echt niet op 30 FPS spelen. Ik heb het even teruggeschakeld van performance mode naar quality mode. Het verschil is een verschil van dag en nacht. Tuurlijk, het ziet er gelikter uit. Ja. Maar je hebt minder pop-up, want dat is wat je krijgt als je hem op performance mode zet met 60 FPS. De bosjes en dergelijke, de bomen. Het wil nog wel eens wat basaler ogen. Ja. En je hebt wat vaker pop-in, maar het is in ieder geval lekker stabiel op 60 fps en dat is hoe je een game als deze moet rijden. En op PC heb je nog 120, weet ik wel, 300.000 fps, weet nou, je wel. Hij is ook trouwens in die performance mode in 4K. Dus ook het is, in 4K inderdaad. Ja, het is ook een native 4K resolutie, alleen inderdaad, zoals Kate al zegt, dan met minder grafische toetsen en bellen en veel meer pop-ins. Ja. Wat ik toch ook maar moet zeggen, soms als ik wat snelle bochten neem, merk ik toch wel iets van een soort van slowdown. Ja? Minimaal. Ik heb op Xbox echt helemaal niks van dat meegemaakt. Kleine dropjes, maar misschien dat... kijk, want we hebben natuurlijk in de week voorafgaand aan de release gespeeld. Samen met... Nou, ik nog voordat de premium kopers, zeg maar, van de premium version, die €100 kost, heb ik hem al gespeeld. Dus het kan zijn dat er toen nog geen patch overheen was gegaan. En ja, hij komt de negende officieel uitgekomen dan. Mm-hmm. En wellicht dat er dan ook nog wel een speciale day one patch voor iedereen overheen gaat. Dat is me niet helemaal duidelijk. Wellicht dat dan die kleine dropjes dan nog wel worden weggewerkt. Maar het is minimaal. Wat ik vervelend vind, tussen aanhalingstekens, aan de oudere versie, dus de Xbox One versie, is, kijk, Forza Horizon is eigenlijk qua concept niet heel veel veranderd. Je hebt gewoon Mexico, staat helemaal voor je open. Je begint in één regiootje en op een gegeven moment door, wat zijn nou, accolades? Accolades. Ja, te verzamelen, dan kun je alles unlocken en het wemelt overal van de races. Of je moet weer zo snel mogelijk rijden, of je moet een jump maken, of je moet stunten, of je moet gewoon een checkpoint race, et cetera, et cetera. Dus dan rij je rond en een race, weet je. En dan druk je op X om mee te doen. En ik moest dan echt gewoon
40 seconden wachten. Ja. Ik weet niet, is dat bij jullie sneller? Ja, ja, veel sneller. Want dat is het een beetje. Dat haalde mij wel elke keer uit die flow. Want die races zijn fantastisch. En dan wil je gewoon meteen door. Of je komt iemand tegen en dan wil je dan een race mee doen. En dan duurt het gewoon zo lang. En ik denk dat dat wel het verschil is tussen de next gen en de current gen. Ja, dat is wel een groot verschil. Ja. Het is niet naadloos, zoals we ons altijd beloven. Nou, ja. Bij elke nieuwe generatie die er is, dan zijn er weer altijd mensen... Vanaf deze generatie, dat was al vanaf de PlayStation 4, zeiden ze dat al zo. Vanaf deze generatie zijn laadschermen verleden tijd. Het komt nooit meer voor. En nu kregen we dat verhaal weer te horen met die SSD's. Nou, guess what? Er zitten nog steeds gewoon laadschermen in. Maar wel op Xbox zeer behapbaar. Ik denk dat 6. Of 7, 8, ja, misschien 10 hier daar. Ja. Nou ja, dat is perfect. Verder rest, bedoel... Qua concept is het gewoon wat het is. Weet je, weer een shitload aan auto's. Ik zag wel een aantal... Maar hoe je dat zegt, klinkt een beetje denigrerend. Want, maar zo is het absoluut niet. Want als ik deze game moet beschrijven... ik zei het al tijdens Brieven Maandag... en volgens mij heb ik het ook nog veel vaker gezegd... dit is de perfecte arcade racer. En er is echt letterlijk geen beter. Echt geen. Mm-hmm. Er komt niks bij in de buurt, naar mijn mening. Nee, maar mensen vragen wel van... ja, maar wat doet dit dan alles ten opzichte van Forza Horizon 4? Wat al een uitstekende open wereld arcade racer was. Ja. Nou, niet heel veel. Je hebt inderdaad de accolades, die zijn toegevoegd nu. Je hebt expeditions, die nu ook nieuw zijn toegevoegd. Nou, er zijn weer iets van 500 plus wagens te vergaren. Wel veel die ook al in het vorige deel zaten. Die ook al in het vorige deel zaten. Ja. Dus nee. Deze game is absoluut geen revolutie. Het is echt gewoon pure evolutie. Nou, maar je moet het ook zo zien. Hè? Van wat is er nieuw ten opzichte van deeltje 4? Nou, vrij weinig inderdaad, zoals je zelf al zegt. Maar deeltje 4 heb je al heel lang en breed waarschijnlijk al uitgespeeld. En dus is het tijd voor een nieuwe. Ja, nieuwe wegen, nieuwe circuits, nieuwe omgeving, nieuwe locaties. Want de locaties verschillen best wel veel van elkaar. Behoorlijk. Hier zie je een desert, er is een fucking jungle, er is stedelijk. Er is van alles. Ja. En mensen zijn gewoon toe aan verschillende biomes, geloof ik inderdaad. Ja. En ja, ik vond het Verenigd Koninkrijk was leuk, was aardig, maar het was grauw, weet je wel. En natuurlijk was het leuk dat ze die verschillende jaargetijden gebruikten, maar dit is een omgeving, hè, Mexico, die zich zo perfect leent voor een game als deze. Je kunt inderdaad gewoon de asfalt races, de tarmac races, maar je hebt ook inderdaad het zanderige, de modderige shit, de dirtachtige stuff. Drag racen hebben we natuurlijk races. Ook. Waar speel jij hem op, Skate? Want dit is coach. Dit is mijn footage. Ja, waar speel je hem op? Want je bent 8. PC. Ja, nee, ik ik speel hem op Expert, geloof ik. Oh, okay. Dat zat ik al te kijken. Want ik vond hem, ik speelde hem op Above Average. Ik speel dit weinig, dit soort games. Het is niet helemaal mijn ding. Ik ben meer toch de circuit racer. Maar het is niet makkelijk. Zo. Nee, zeker. Nee, zeker dat bedoel niet. Ik. Van, het bedoel. En dat vind ik een sneaky. Kijk. Hey, je moet door. Ja, nee, maar daar gaan we het nog wel over hebben, Koos. Over wat jij wel niet... Oké. Maar als ik dan toch moet aanpakken van wat is nou de kwaliteit, de klasse van deze game, zit hem gewoon in... die races allemaal, ze hebben van elke race bijna iets leuks kunnen maken. Het is niet de hele tijd hetzelfde. Er zitten echt inventieve... Elk parcours heeft wel iets inventiefs qua bochten en dat soort dingen. Het is elke keer weer spannend. En met heel veel, bedoel, je had... Hoe heette die game nou altijd weer? Dat is wel een van de ook een open wereld race game van Atari. Met een T. Nee, Test Drive Unlimited. Test Drive Unlimited. Daar had ik op een gegeven moment idee van... Volgens mij hebben jullie een soort van paste copy van... 10 of 12 dezelfde dingen. De hele tijd heb ik een beetje het idee, ik zit hetzelfde te spelen. Ja. Je kan heel veel spelen en elke keer is het anders. En dat zorgt ervoor dat het gewoon leuk blijft. En laten we dan maar even toegaan naar jullie onderlinge competitie. Ja, hij begon ermee, hoor. Maar dat is de highlight. Nee, ik begon er niet mee. Jawel, jij plaatst opeens iets op Twitter van... Hey, kijk eens. Luister, laat me even uitleggen. Ik begon er niet mee. Weet je wie ermee begint? The fucking game. Ja, Wanneer jij gewoon random dingen doet, langs een flitspaal rijden of inderdaad een jump maken, de game gooit de hele tijd in je ogen. Oh ja, heb je dit gedaan? Dit is wat die Mattie van jou doet. Dit is wat die Mattie van jou doet. Oh, je zat er dichtbij, maar skate is 10 meter verder. Ja. En dat triggert de hele tijd. Oh ja, ik ga hem even laten zien wie hier de baas is. Volgens mij kan je dat aan- en uitzetten. Ja, maar dat moet je aanlaten. Nee, precies. Ik bedoel, dat is een van de sterke punten van de game. Exact, want ik denk inderdaad dat fun-gehalte gaat hem niet zozeer van... Oké, ik heb deze lap in 1:10:09 gereden. Nee, ik heb deze jump gemaakt en laten we die jump dan even zien. Dit hebben jullie het hele weekend zitten doen.
Bedoel, ik heb die games gespeeld. Er is vies veel tijd aan de... Jullie hebben alleen maar eigenlijk dit parcoursje gereden. Nee, joh, natuurlijk niet. Dat weet ik ook wel. Maar goed, dit is natuurlijk wel de lol. En hier zie je dan wel in hoe ver we inmiddels met computergames zijn. In de zin van, je kan het racen, je kan het meteen uploaden naar social media. Je kan elkaar dissen, hoppakee, jij gaat er weer overheen. Dat is leuk. Dat inderdaad, maar het toont ook aan gewoon hoe sterk de sandbox is van deze game. Want dit is niet een evenement of iets wat je moet doen. Dit is gewoon iets wat in die open wereld is en... ontdek je toevallig, leuk voor jou, dan pak je wat punten. En zo niet, dan niet. Dan merk je niet eens dat je het mist. Maar dit wordt er wel eentje, want ik zie ook andere mensen uit mijn lijst nu gewoon op deze landings, op deze strip gaan. En die willen nu allemaal de grootste afstand willen ze nu zien te verbeteren. Maar dat gaat ze voorlopig niet lukken, want ik heb inmiddels een fucking 831.50 in deze wagen ook, deze elektrische wagen. Dat is een Porsche, toch? Ja. Het is gewoon allemaal Rick dit. In een S2. Auto. In de S2-klasse. Ja. En dat was dus een ding... Want ik dacht, hey Koos, hij is verder dan ik. En ik had gewoon, ik rijd hem in een S1-klasse. Gewoon zoals hij is. Gewoon af en al, weet je wel. En ik kijk vervolgens naar die leaderboard. En ik zie Koos met een hogere score in S2. De nog hogere klasse. De sneaky motherfucker, weet je wel. Dus ik zet hem ook op S2. En vervolgens knal ik hem gewoon 100 meter verder. Ja, zo kan ik het ook, weet je wel. Maar er zit ontzettend veel in. Maar is dat dan een ander type... Je bent nu je beklag aan het doen. Dat is niet de regel. De regel was... Ja, we hebben specifiek toch voor zich, man. We hebben specifiek afgesproken. Wat mag? De meeste meters uit deze auto halen. Ik wil het best screenshotten voor je en op Twitter zetten als je dat wil. Yo, de meeste meters uit deze auto halen, dat is precies wat ik doe. Dat is ook hoe Formule 1 teams werken. Je hebt een regelset en als er over ergens geen regel staat, dan ga je dat maximaliseren. Ja, maar je hebt Formule 2 en je hebt Formule 1, weet je wel. Ik ga toch niet in een Formule 2 car zitten en jij in een Formule 1 car? Dit maak jij ervan. Het is niet besproken. Het is gewoon een ongeschreven regel, man. Dat je in dezelfde klasse rijdt. Juist dat is hoe het in de sport werkt. Kijk, dit moet maximaliseren. Dit is een groeps-app van Game Team. Het hele afgelopen weekend. Was niet tussendoor te komen. Maar het laat wel zien. Want het is een ander type racer die hierop afkomt. Wat voor mij... Hoe leuk ik het ook dat competitieve vind wat jullie doen, heb ik zoiets van, ja, dat boeit me niet zo. Ik hield bijvoorbeeld, je hebt één Acapulco, is dat volgens mij is meer stedelijk. Ja, dat deed me heel erg aan Grid denken. Dat waren hele lekkere, met nauwe straatjes en lekker beuken en zo. Moeilijk dat vond ik echt fantastisch. Terwijl ik met die buggy races in Baja bijvoorbeeld, helemaal aan de andere kant. Baja, heb ik dan wat minder. Maar is dit een andere race gamer? Want 800.000 mensen speelden deze game voordat hij eigenlijk... uit was op dat moment. Dat is wel aardig wat. Dat is inderdaad aardig wat. Ja, ik moet zeggen, ik ben totaal geen fan van arcade racers. Nee. Echt totaal niet. Ik ben er helemaal klaar mee. Zelfs Burnout, waar ik vroeger heel veel uren in heb gestopt, kan er niet meer warm van worden. Ook laatst toen Burnout Remastered uitkwam. 5 minuten gespeeld, was gelijk mee klaar. Ja. En Project Gotham Racing heeft dat bijvoorbeeld ook ooit voor mij goed gedaan, maar voor de rest, that's it. Ja, en dit om een of andere reden. Er zit voor iedereen wat bij. Zeker. En er zit absoluut ook voldoende uit daar. Als je zegt arcade racer... Checkpoint of rewind. Ik wou dat zeggen, hoppakee. Maar het ding is wel, als je... als je zegt arcade racer, dan denken mensen vaak, oh ja, dat zal simpel zijn. Mm-mm. Maar weet je, ik speel hem dan op highly skilled. Dat is 1 level onder expert waar Koos op speelt. En daar ga je al, als je... Bij de minste of geringste fout, dan ga je al gewoon... Dan ga je nat, weet je wel. Dan heb je een probleem en dan ga je never nooit eerste worden. Nou, weet je wat het ding is? En die gameplay voelt gewoon heel erg als een momentum game. Mm-hmm. Zodra jij bijvoorbeeld 1 keer... Stel dat je iets te hard gaat op de rem hier. Ja. Dan heb je gelijk de volgende 3 stukken. Ja. Kom je zoveel snelheid tekort. Ja. Je bent het al kwijt. En het is de hele tijd een balans vinden tussen gas geven en geen wheelspin. En remmen zonder te blokkeren. En daar de hele tijd die balans in vinden. Met de controller, rollen. Hè? Met de controller. Want, maar je speelt allemaal met de controller? Ja, met de controller, ja. Dit soort games, die komen wat beter tot een... Jongen. Nee, soms als je, goed, even, als je hem licht toucheert, is het goed. Okay. Maar je doet het er wel om, hè? De kosten weg. Ja, tuurlijk. Ik had wel af en toe, met name in Acapulco, dat ik merkte van als je gewoon dan maar gewoon in zo'n bocht vol... en misschien is dat omdat het gewoon niet de hoogste was, gewoon in de muur zetten. Dat het vaak nog sneller was dan...
Die handenwasser-tactiek in PGA 3 inderdaad, ja. Maar hier past dat dus niet. Nee, want nee. Als je dat zeker op hoge moeilijkheidsgraad gaat dan doen, rem je te veel. Je staat gewoon stil bijna dan, weet je wel. En dan rijden ze hier maar gewoon voorbij. Maar dat vind ik wel knap. Want op een gegeven moment, ik heb ze allemaal even ook de lagen uitgeprobeerd. En als je hem gewoon op average, en daaronder zit volgens mij nog eentje, maar op average... Ze hebben heel veel moeilijkheidsgraden. Dan is het gewoon, dan vind ik ook gewoon leuk. Want dan kun je gewoon lekker spelen, dan kun je lekker iedereen inhalen. Kun je eens een keer twee foutjes maken, kun je nog inhalen. Het is niet dat je dan, wat sommige race games hebben, dat je iedereen voorbij rijdt en dat je dan drie ronden helemaal in je eentje. Nee, want er zit altijd een auto achter je. Dat houden ze wel bij. Dus als je een fout maakt, dan zit je meteen weer een beetje bij de pack. Ja, maar je krijgt wel meer credits natuurlijk. Hè? Zeker. Als je hogere level inste en als je bepaalde assists uitzet, dan krijg je meer credits voor gewonnen races. Je kan hem heel goed instellen ook gewoon op alle dingen. Dus wat dat betreft, de moeilijkheidsgraad zit er echt in. De uitdaging zit er echt in. Het is geen makkelijke game. Nee, maar het is wat je voor jezelf wil. Als jij gewoon lekker inderdaad wil racen en niet al te moeilijk, kan je hem heel makkelijk zetten, want er zit echt heel veel tussen. Want Expert die ik speel, dat is ook nog niet eens de moeilijkste. Daar zit nog pro boven en er zit ook nog unbeatable boven. Ja. Nou, daar ga ik nooit van mijn leven aan beginnen, want dit is af en toe al heel erg moeilijk. Nee. Maar ik vind ook wel een beetje dat de balans zoek is qua moeilijkheidsgraad. Omdat ik merk grote verschillen, ik weet niet of jij dat ook hebt, ik merk grote verschillen tussen verschillende evenementen. Dat kan natuurlijk ook aan mezelf liggen, hè? Dat bijvoorbeeld buggy racen mij veel minder ligt dan op het asfalt racen. Maar ik merk dat er daar toch hele grote verschillen in zitten qua prestaties, bij mijzelf in ieder geval. Mm-hmm. En ik merk gewoon dat als je moeilijker zet, het is niet per se zo dat de AI beter gaat racen, ze zijn gewoon sneller. Dus ze rijden sneller weg. De acceleratie, ook al hebben ze dezelfde auto als jou, zijn ze toch nog sneller om een of andere reden. Dus, en de topsnelheid is dan ook hoog om een of andere reden. Ik vind de start ook niet tof. Ik heb liever 3-2-1 dan go, weet je wel. Echt van, oké, wanneer komt die go dan, weet je. En ze rijden altijd een stukje van je weg. En je haalt ze altijd in de bochten dan wel weer in. Ik bedoel, dat is een soort van standaard dingetje. Ik vind bijvoorbeeld het achter een auto rijden, hoe heet dat altijd? De slipstream. Ja. Vind ik ook niet echt heel erg voelbaar. Het gaat hem echt om de juiste rempunten vinden en hem laten rollen. Niet te veel blokkeren en die bochten zo scherp mogelijk. Nou, dat laten rollen heel belangrijk, omdat het momentum dus door te laten gaan. En dan vind ik de snelste auto's altijd wel het last, hoor. Ik rijd liever toch een beetje met de middenklasse. Nou, weet je wat je moet doen? Je moet echt, dat raad ik iedereen aan. Want meestal als je gewoon een hele snelle auto koopt en erin gaat rijden, je geeft gas, wheelspin, je komt niet meer weg. Je kan je auto gewoon upgraden. Er zijn heel veel tuning pakketten die je automatisch al kan downloaden. Dat heb jij gedaan bij de jump dan bijvoorbeeld. Van andere spelers die hem uploaden inderdaad. Okay. En dan kun je gewoon, je kunt zelfs zoekfuncties gebruiken. Want top speed vind ik essentieel. En heel snel aan die topspeed komen, dus hoge acceleratie. En dan gaat hij zoeken voor je. Hier kan je het zien. Kijk, je kan bijvoorbeeld zeggen auto upgrade. Dat zit hierboven. Kijk, en dan kan je zeggen van maak van mijn auto een S1 of een S2 klasse auto. Ah, okay. En dan doet hij het automatisch. Maar je kan hem ook gewoon naar hartelust allerlei stuff op installeren. Je hebt manual stuff, dus echt dat je de bandendruk kan aanzetten en de spoilertjes qua dingen kan veranderen. Maar je kan ook gewoon echt nieuwe parts erop zetten. Dat is wat ik hier aan het doen ben. Spoilertje erop en dan gaat de handling gewoon omhoog. En zeker in jouw geval, als je daar dus last van hebt, zet de racebanden onder. Dus echte slicks. Ja, dan zul je al merken dat je veel minder wheelspin hebt bij het weggaan. Maar dat geeft ook alweer aan hoe... Nee. Maar dit is de Forza kant, de motorsport. Ja, dit is de motorsport inderdaad. Het heeft al die dingen. Het kan aan de ene kant, als je wil, kan het een Need for Speed rag racer zijn, als je dat leuk vindt, weet je wel. Maar je kan het echt ook helemaal debiel gaan lopen tunen. En alles is voor de community. Hè. Die community zit zo door deze game hier heen. Hier zet ik een slicks op. Mensen kunnen zelf tracks maken. Mensen kunnen elkaar uitdagen. Als je maat aan het rijden is, dan krijg je daar weer mede. Het zit er zo goed in. Er is bijna geen race-element dat er niet in zit. Nee. Tot aan Battle Royale toe. Dat zat er volgens mij in 4 ook al in. Maar als dat je ding is, dan kun je dat gewoon ook doen. Weet je wel? En ik vind lang niet alles even tof om te doen. Die Battle Royale shit, het zal allemaal wel. Weet je wel? Maar zeker in de laatste dagen, nog voor de release, of rondom de release met de premium mensen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ben ik wel veel meer met online dingen bezig geweest. Omdat het ook zo ontzettend uitgebreid is. Ja. Met de convoys en dergelijke. Het werkt allemaal iets makkelijker nu, heb ik het gevoel, dan met 4 het geval was.
We hadden nog wel af en toe wat disconnects en dat soort shit. Maar ja, dat nogmaals. Heb ik ook gehad. Hè? Dat zat in trouwens in het filmpje, konden mensen zien. Pre-day one release, weet je wel. Dat hou je dan toch altijd wel een beetje. Dat je voortgang werd niet opgeslagen. Dat heb ik niet gehad. Ja, maar dat je toch vaak in offline mode moest rijden. Ja. Maar ik ga ervan uit dat het vanaf de eerste dagen na de release. 800.000 mensen. Die bedoel, deze game, en ook hier weer, deze game komt op de Game Pass uit. Dat is een hele nieuwe, ook voor hun denken. Want ik denk, eigenlijk, we hebben het al een paar keer gezegd, je bent gek als je Game Pass hebt en je probeert het niet uit. En stel nou dat van die 18 miljoen drie kwart het gaat uitproberen. Hoeveel? Oh, 18 miljoen gebruikers. Ja. 18, dus 18. Als dat drie kwart van gaat gebruiken, heb je 15 miljoen mensen die dit online gaan proberen. Dat is fucking insane. En die game is Hij leent zich er goed voor. Want ik hou niet van arcade racers. En volgens mij moest ik denk voor een Game Kings item, moest ik Forza Horizon 4 gaan spelen. Ja. Nou, ik was verslingerd eraan. Echt direct eraan verslingerd, terwijl het dus helemaal niet mijn ding is. En hier ook weer. En precies wat je zegt, het is zo'n gigantische open wereld. En dat bedoel ik niet alleen de map, maar alles wat je kan doen. Je kan, zoals je zegt, in een convoy rijden met je vrienden en daar samen gaan hangen. Ja, met en tegen elkaar rijden ook. Ja. Je kan een team vormen en dan tegen een ander team rijden, weet je wel, om de punten. Ja, dat is echt heel erg tof om te doen allemaal. Nou, je kan je auto's tunen. Je kan liveries maken van je auto. Want elke keer als jij een auto koopt, dan toont de game je ook allerlei liveries die gemaakt zijn door mensen vanuit de community. Nou, die kan je nemen, maar je kan je ook zelf doen. Je hebt de auction house waarin je zelf auto's kan gaan verhandelen. Ja. Dus er is zoveel. En dan al die raceklasses ook nog bij elkaar. Het is een heel compleet pakket. Ja, ik kan er weinig op aanmerken, behalve die kleine dingen. Maar toch... Ja, het smaakding. Ik weet niet of ik dit nog heel veel ga spelen. Ik bedoel, ik vind het leuk. Ik vind met name die stadsraces leuk. Ik ben toch meer grid. Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar of die deze kwaliteit kan gaan bieden. Want er schijnt toch een nieuwe grid te komen. Maar weet ik niet. Ik kijk dan toch meer naar de Forza-serie zelf. Als die dit niveau gaat halen... Die gaat er nog overheen worden. En we gaan Gran Turismo gaan we natuurlijk straks ook krijgen. Ik vind het verdomd interessant. Want dat zijn wel wat meer mijn type race games. Ja, Forza Motorsport is waar ik het meest naar uitkijk. Nog meer dan Gran Turismo. Kijk, Koos is een Gran Turismo. Op basis waarvan? Gewoon mijn gevoel. Het gevoel dat ik bij de franchise... Dat het een mindere game is, met mindere physics. Nee, ik vind het lekkerder racen. Ik vind het gevoel van snelheid, de handling van wagens, vind ik lekkerder bij Forza Motorsport. Nee. Dat vind ik. Ja, dat mag. Ik ben ook niet boos. En ik ga... Gran Turismo superieur. Ja, whatever, man. Ja, maar dat maakt het niet per se leuk om te spelen. Nee, natuurlijk. Ik ben wel heel benieuwd. Nou, ik vind dat Gran Turismo echt een paar jaar heeft stilgestaan met veel van hetzelfde. Misschien gaan ze wel weer meer van hetzelfde doen, maar dan nog mooier. Maar en dat is altijd een grote verschil geweest tussen Forza Motorsport en Gran Turismo. Weet je wel, Gran Turismo staat inderdaad heel erg lang stil. Ja. Maar dan hebben we het over aankleding, feature sets. Nee, ik snap het. Aantallen auto's de laatste jaren ook. Terwijl ze daar vroeger koning in waren natuurlijk. Maar aantallen auto's, dat is dan ook wat minder in circuits. Weet je, Forza is heel erg op spektakel, graphics, customization. Ja. Al die dingen houdt Gran Turismo zich niet heel erg mee bezig. Maar de basis, het physics model en hoe het dan voelt... Dat is heel erg goed gedaan. Ik vind het trouwens ook wel een pluspunt hoor. Ten opzichte van andere race games, dat je gewoon meteen heel veel auto's hebt om uit te kiezen. In plaats dat je met één autootje begint. Kijk, het is gewoon een verschil van insteek. En ik vind, wat ik het knappe van deze Forza Horizon vind, is dat het aan de ene kant is duidelijk, het is gewoon een arcade party game, waarin je kan partyen. Ja. Met wel cringy shit, weet je wel. Want de story stuff en zo. Dit is ook weer zo. Snap ik. Maar dan heb ik een dansje. Als ik gewonnen heb, doe ik dit dansje zo. Ja. We hebben net Skate. Ook nog, die heb je ook nog inderdaad. Wij hebben vorige week Riders Republic gedaan. Ik wil het niet... Eén op één vergelijken. Jawel, dat is heel vergelijkbaar. Okay, het is een open wereld game, maar daar had ik gewoon vrij snel van... Okay, ik zit nu gewoon de hele tijd hetzelfde te doen. Ik ben aan het grinden, weet je. Heb ik hier totaal niet. Deze game zit zo fucking goed in elkaar. Zelfs nog dat ze er in staat zijn om eigenlijk een Forza Motorsports gevoel... in een groot aantal races te krijgen. Dus stel, je bent echt alleen maar... je wil echt liever gewoon checkpoint races doen... of echt races. Ja, en je kan in de cockpit zitten. Gewoon in de cockpit zitten. Dus dan heeft het ook al gelijk een wat meer realistisch feel. Auto's voelen gewoon ontzettend lekker aan, weet je. Met je controle. Hier zie je dat bijvoorbeeld. En mijn Ferrari 488. Ik vind het echt een prachtige auto. Weet je al van die corner assist pijltjes? Corner assist, ja, dat moet toch? Nee? Ja, doe even normaal. Het is een open wereld. Als je een race aan het rijden bent... Je
moet gewoon linksonder kijken. Jij houdt bij Formule 1. Scheelt je ook je team Formule 1, in de credits. Waar er maar 19 tracks zijn. Dat kan je niet eens onthouden. Hier zijn er 600 verschillende fucking wegen. Afgelopen vrijdag ben ik weer vijfde geworden, hoor. Ik vind het heel knap van je skate. Maar dit zijn 600 verschillende wegen. Die ga ik niet allemaal onthouden. Je moet gewoon links staan kijken naar je blauwe... Dat wil ik toch niet? Dit is een prachtige mooie game. Dan ga ik toch niet naar een fucking map zitten kijken. Dat is normaal, man. 10% minder credits, man. Ik minder, zie helemaal niet waar ik nou Weet je waar ik die credits goed maak? Nou. Met moeilijkheidsgraad. Ja, dat is waar. Dat is waar. Als je je achtste wordt. Ik vind met controller wel... Ik lijkt me hartstikke moeilijk. Ja, maar dat wil... controller... Deze game leent zich eigenlijk veel meer voor een controller dan een stuurtje. Die is daarvoor ook gemaakt. Weet je, al het bochtenwerk en noem het allemaal maar op. Dit zijn niet 10, 20 tracks zoals inderdaad Formule 1, zoals Koos zegt, die je wel even uit je hoofd leert. 360, hoppakee. Dit is een gigantische wereld die erg moeilijk te memorize is. Ik vind het soms wel lastig hoor, met de controller gewoon echt die... Maar misschien omdat ik mijn auto niet goed had afgesteld, maar bedoel... eventjes snel een bocht. Of bijvoorbeeld als ik wil graag slipstreamen en dan zo erachter, wat Max dat altijd zo goed kan. Zo, zo er lang, dat is best wel lastig met een controle. Je gaat al vaak iets te veel. Die wenkt af en toe nog wel een beetje aan. Maar dit is wel echt voor een controle gemaakt en niet voor de stuur inderdaad primair. Het schijnt prima te werken, maar tuurlijk. Ik weet het niet. Ik vind het niet bij passen. Nee. En ik heb ook, bedoel, dit waar ik Formule 1 race games met die beetje net boven de wagen camera view doe. Of soms wel eens gewoon ook cockpit. Hou ik hier altijd gewoon mijn camera chasecam, achter de auto. Ja, ik ook. De chasecam. Omdat het leukst. Het is het leukst. En met die 500 plus wagens wil je ook gewoon... Je wil een beetje die carporn, weet je wel. Je wil ook een beetje zien wat je aan het besturen bent. En je hebt toch ook wel het meeste overzicht met al die hectische races die er zijn. Ja, nee, vind ik ook knap hoor. Die AI zit wel goed. Ik bedoel, dat ze bijvoorbeeld... Je wordt er weinig afgeramd. Ja, dat gebeurt vrij weinig. Ze remmen wel en ze proberen wel de bocht dicht te knijpen en dat soort dingen. Maar als je er lang zit, dan laat ze ook wel redelijk leeg. Dus dat vind ik ook knap. Ja, ik vind het heel eerlijk. Ik vind het een game waarbij je gewoon je auto in de zijkant van een andere auto mag zetten. Er zit geen schademodel in. Nee, maar ik bedoel, bij een simcade... Je kan hem aanzetten. Oh, oké. Maar zie je het dan ook? Ja, dat zie je wel. Maar kijk, een simcade heb ik zoiets van, dat doe je niet. Dat hoort niet bij racing etiketten. Nee. Gewoon in de zijkant zitten bij iemand. Bij deze game vind ik dat wel. Dat is gewoon een arcade race. Altijd in de bocht. Dan kan ik wat meer gas geven. Dan kan ik gewoon tegenaan schieten. Ja, maar inderdaad. Ik ben er ook nog nooit echt afgeramd door een auto. En als het al gebeurt, dan heb ik zoiets van... Ja, het is mijn eigen schuld. Ik nam er net te veel risico. Ja, maar dat is dus... Dan hebben ze de AI gewoon op rail staan. Die doet gewoon zijn eigen dingetje, hele track. En als je daar toevallig voor rijdt, dan ramt hij af. Want dat is zoals hij geprogrammeerd is. Hier letten ze wel degelijk op elkaar. Dus het zit... Eigenlijk wel hartstikke goed in elkaar. En dat dus voor een game. Dit is de eerste game vanuit Microsoft, denk ik... exclusief, waarvan je zegt van... holy shit, dit op Game Pass is... Nou, als ze dit vaker gaan doen? Dingen, Flight Simulator. Oké. Ja, maar... Dit is wel een grote titel, hè? Dit is een grote titel. Ja. Kijk, Ori en zo is ook fantastisch. Maar dit is echt de eerste, echte grote blockbuster. Halo moet hier natuurlijk achteraan komen. Ja. Ja, dit is waar ze mee moeten komen. En dat voor een race game, hè? Een race game is... Ja, oké. Is het super populair? Het racegenre? Ja. Wel, ja, maar... Nee, maar... meer dan nooit, toch? Heb ik al het idee. Ik bedoel, Formule 1 heeft... 800.000 mensen die dit spelen. Dit heeft te maken met op een gegeven moment ook Game Pass. Dat je het gaat uitproberen. Want dit is... Dit was nog niet op Game Pass de afgelopen week natuurlijk. Dan alleen al. Dit zijn mensen die de pre-orders hebben gedaan en die premium editie gekocht hebben. Ja, ik denk dat het ook mee te maken heeft dat er gewoon nog weinig is op de Xbox. Dus dit wil je dan laten zien op je Xbox Series X. Nee, maar ik vind echt dat je veel te veel tekort meedoet, man. Hoe heet het? Dit is gewoon echt een hele goede game. Wisten mensen dat van tevoren? Nee, maar we zitten hier bijna een half uur een lofzang te doen. Laten we dan ook niet gaan doen alsof dit... Ja, omdat er niks anders is. Nee, dit is gewoon top of the line. Nee, ik denk dat de mensen hebben het gepreorderd omdat er al ver van tevoren... omdat het de eerste grote game was. Dus ze hebben daar vertrouwen in dat het goed... en dat vertrouwen is niet beschaad. Waarschijnlijk zijn dat gewoon Forza 4 spelers. Dat zou kunnen, ja. Maar ik weet niet hoeveel Horizon altijd verkocht heeft. Volgens mij was het een 4, 5 miljoen. En dat is natuurlijk een verschil als ze straks dus die Game Pass losgaan. Ik ben heel erg benieuwd of de servers dat dan kunnen halen. Want ik heb gewoon een vermoeden, iedereen die een Xbox Series X heeft... en dan heb je ook nog eens een keer PC en die heeft een Game Pass... die gaat dit uitproberen. De cijfers zijn zo juist. Microsoft heeft natuurlijk wel flink geïnvesteerd. Ah. Hè? Wat het online gebeuren betreft. En de cloud en serverparken en weet ik veel wat. Ik denk dat ze zich hebben voorbereid op games als deze. En later Halo, Infinite.
Ik denk dat dat wel goed zit. Ik denk dat wel goed zit. Het grappige is, kijk, ik zag deze game als de opmaat na Forza Motorsport die dan in 2022 uit gaat komen, toch? Ja. Ik dacht, nou, oké, dan is dit het zoethoudertje waar ik wel even mee aan de slag ga. Ik zie mezelf dit uiteindelijk nu ik er zo toch behoorlijk hoekt aan ben. Ik zie mezelf wel dit spelen tot aan Forza Motorsport, weet je wel. Er gaat geheid heel veel DLC en updates en, nou, maar, en dat soort shit in komen. Deze game gaat oneindig inderdaad speelbaar zijn. Omdat je, dat merk je ook al, je hebt natuurlijk al je icoontjes op de map die je kan gaan afwerken. A la Far Cry, gewoon map clearing wat je dan hebt. Dat zijn de officiële races. Dan heb je nog bij elk plekje waar je komt, kan je ook nog een community race. Er worden er ook altijd één of twee uitgelicht die je kan doen. Je hebt challenges van vrienden en challenges van random guys online die je ook kunt doen. Elke keer seasonal content wat er weer bij komt. Dus ja, dit blijf je zo ontzettend lang spelen. En ik was nog niet eens helemaal klaar met Forza Horizon 4. Maar nou, ik ben blij dat Forza Horizon 5 er weer is. Weinig op aan te merken, dames en heren, deze game. Goed. Nog één minpunt dan, want er zitten zeker minpunten in, zoals ik ook al zei. Maar ik dacht dat je daar naartoe ging toen je het had over Riders Republic. Het stijltje. Het stijltje spreekt me gewoon totaal niet aan. Dat vind ik verschrikkelijk. Kunnen ze niks anders dan dit soort happy peppy shit maken. Ja, neon. Het festival feel, weet je wel. En blijkbaar hoort dat neon. Ga jij naar dat soort festivals dan? Nee, ik niet. Ik ook niet. En daar kwam het voor mij gevoel een beetje overeen met Riders Republic. Ubisoft heeft dat ook heel erg in hun games zitten. En de soundtrack. Dat wordt precies in het verlengde van dat steltje. Ja, wordt dat drum and bass, pop, elektronische muziek. Maar met al die over de top radio DJ's eroverheen. Ja. Die gaan doen, oh, welcome to Horizon. Ja, waarom doen ze niet gewoon, hoe heet dat? Get the bill. Ja. Waarom doen ze niet zo? Gewoon een beetje rauwe vibe. Weet je wel, bang zijn dat is niet wat de kids willen. De kids willen neon, paarse maskers en noem het allemaal. Binnenkort kan je ook met je panda masker in de auto zitten. Waarschijnlijk wel. Ik heb ook gewoon, ik had een astronautenpak aan hier terwijl ik hier aan het racen was. En een kroontje op. Ik dacht, ja, uiteindelijk heb ik het ook maar weer weggesodemieterd. Ik denk, oké, weet je, that's not me. Maar het kan in ieder geval allemaal. Maar je kunt ook gewoon gelukkig basale kleding kun je aanschaffen. Ik had al wel echt snelle hekel aan mijn character, aan mijn avatar. Ja? Ja. Ja, je ziet hem ook wel veel elke keer naar de zo'n Australische guy of girl, hè? Ja, ik weet niet eens, man. Maar heb je hem niet gemodeld naar one-liners? Qua uiterlijk gewoon, maar de hele tijd gewoon, ik heb hem gemaakt en dan heb ik al zoiets van, oké, de keuzes zijn vrij beperkt. Ik kan niks normaals dragen. En dan trekt hij ook nog zijn bek open en dan heb ik zoiets van, je bek. Nou, ik heb wel de manier, want ik had dat ook, ik irriteerde me de maatloos aan die fucking raad, totdat ik het klassieke muziek ontdekte. En dat heb ik aangezet. Er is niks zo geil. Check het gewoon eens uit. Om gewoon keihard te rijden, moet je ook even de auto uitzetten. Alleen maar die klassieke muziek van Vivaldi. En dan ik heb gewoon mijn eigen playlist, man. Met instrumental beats. Dat is het beste wat je kan doen. Ik dacht van, misschien zet ik een hip-hop radio station aan. Ik zag Block Party. Dus ik denk, nou, dat zal hem wel zijn. Maar, nee, man. Niet precies echt. Dezelfde fucking bullshit als al die andere shit. Vette game dus. Hele vette game. Dames en heren, check het vooral. En mocht je Game Pass hebben, dan is dit natuurlijk een absolute zegening om uit te proberen. En wie weet, ik denk ook dat heel veel mensen misschien wel gewoon helemaal willen kopen. Want dit wil je gewoon altijd. Hier kan je zo lang mee spelen. Ja, en misschien nog wel belangrijk om te vermelden. Omdat ik kreeg bij Brieven Maandag iemand die heel veel PC-issues had met deze game. Ja. Ik heb ze zelf niet ondervonden. Ja, mensen die niet konden opstarten. Maar dat blijkt ook met je bijvoorbeeld je virusscanner te maken te hebben. Ja, dat is kut. Maar ja, dat zou natuurlijk niet mogen bij zo'n game. In ieder geval, ik heb hem gespeeld op Windows 11. Ik heb geen antivirus. Ik leef gewoon op Windows antivirus. Geen issues. Performance was prima. Makkelijk 144 fps kan die aantikken als je dat wil. Met bijna nog alle grafische toeters en bellen aan. Dus eigenlijk ja, vol lof ook daarover. Ja. En ik denk, als er problemen zijn, Microsoft is altijd wel vrij snel en vrij goed met het patchen en het verhelpen van problemen. Daar zijn ze wel adequaat in. Ja, meestal duurt het altijd iets langer bij Xbox. Ja, of was het bij de PlayStation? Nou, altijd wat bij de hele Master Chief Collection heeft het lang geduurd. Het duurde 3-4 jaar voordat de game een beetje speelbaar werd. 3-4 jaar. Hè? Wat maakt het uit? Forza Horizon 5, dames en heren.